gaat hebben over het basisinkomen. Van de gedachte word ik echt gelukkig. En het kwam uit meerdere gedachtegangen kwam het voort tijdens die coronatijd. En ik dacht, daar ga ik een uur tijd aan besteden met mensen over spreken. Maar ook één element vind ik leuk om te delen met jullie. Is dat ik geef al 30 jaar les op de toneelschool in Amsterdam. En de laatste jaren zien wij als docenten dat de studenten eigenlijk door de social media zo gedwongen worden en door audities al op hele jonge leeftijd gedwongen worden om in succes te denken, terwijl ze nog 4 jaar aan het leren zijn, weet je, om hun talent te ontwikkelen. Dat we, en dat weten jullie allemaal, is dat we nu echt al best veel burn-outs hebben van mensen tussen de 18 en de 28. Allemaal, dus door, niet omdat er met hun iets mis is, niet omdat er in die klas iets mis is, maar omdat er een druk van buiten is die eigenlijk talent laat winnen, of zo, in plaats van als een innerlijke zingeving en een ontwikkeling voor jezelf. Nou heb ik Hilde Latour, dat is mijn eerste gast. En zij zit in het bestuur van Basisinkomen. En nou ja, ik ben super enthousiast over haar en over haar verhaal. Ha, Hilde, daar ben jij. Hey, Adelaide. Ja, ik ben zo vrolijk. Want in die hele coronatijd dacht ik, oh, dat basisinkomen, het is zoiets moois. En jij wordt daar gelukkig van. Van het denken daarover, toch? Ja, ja, joh. Als je daar, ja, ik verdiep me al een tijdje in het basisinkomen. En hoe meer ik erover lees en hoe meer resultaten ik zie van studies en pilots die gedaan worden, hoe gelukkiger ik ervan word. En dat komt met name ook omdat een van de belangrijkste resultaten is dat mensen er gewoon gelukkiger van worden. Dus je had het net over burn-out. Wil je? Oh, sorry. Ga door, sorry. Je had het net over burn-outs. Nou, die verdwijnen gewoon als je basisinkomen, zeg maar, hebt. Tenminste, heel veel stress verdwijnt. Vertel even aan ons. Doe mij een lol. Doe het even in Jip en Janneke. Wat is het basisinkomen? Nou, het basisinkomen is super simpel. Het is geld. Wat ieder mens krijgt. Ongeacht hoeveel je verdient, waar je woont, maakt niet uit. Ieder mens krijgt het, omdat je mens bent. Je krijgt het periodiek, dus maandelijks meestal. Het is hoog genoeg om van te leven. In de basis van. Ja, ja, je kan je basisbehoeftes van betalen. Dus water, eten, onderdak, kleding, zullen we zeggen. En ja, en dat is het eigenlijk. Zo simpel is het. Dus iedereen over de hele wereld, ook miljonairs, en iedereen ontvangt dat? Iedereen ontvangt het. Iedereen. All the bad guys, the good guys, iedereen. All the guys. And the women. Ja, ik bedoel even de manhood in general. En de kinderen. Daar is binnen het basisinkomen wel wat discussie over. Wat mij betreft krijgen de kinderen evenveel als de volwassenen. Het voorstel wat wij als vereniging basisinkomen nu hebben is €600 per volwassenen, €600 per huishouden en €300 per kind. Oh, precies. Prachtig. En dan is natuurlijk meteen de volgende vraag bij kijkers: en wie betaalt dat? Het levert geld op, dat is de grap. Als je kijkt naar de Nederlandse situatie, dan zou je, we hebben hier tientallen inkomensafhankelijke bijdragen al bestaan. Een groot deel kan daarvan weg als je de basisinkomen invoert. Daarnaast heb je enorme effecten op gezondheid, je hebt enorme effecten op de criminaliteitscijfers gaan met tientallen procenten naar beneden. Het stimuleert de economie, met name de lokale economie. Mensen worden ondernemender, dus veel geld komt ook weer terug de economie in. Dus netto, als je alles meerekent, levert het gewoon geld op. Geld is het probleem niet. Het is de politieke wil om het in te voeren. En waar, ja, eigenlijk ga ik daar meteen van uit. Want ik denk, dit model waarin we leven is ook maar een model. Dus ik snap dat er gewoon geld is om op een andere manier te verdelen. Wat is dan, sorry, moet ik thuis? Ja, elleboog. Oh, ik heb het in mijn hand gedaan, maar er is niemand.
Ik vroeg het af aan mijn eigen voorhoofd. Maar waar zit de politieke wil of de niet-wil om dat te doen? Want het klinkt inderdaad zo prachtig en zo menswaardig. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet helemaal achter ben. Kijk, de argumenten die gebruikt worden is van het is te duur. Nou, dat kan je bijna inmiddels van tafel vegen, want we hebben voldoende modellen om te laten zien dat het niet te duur is. Ander argument wat gebruikt wordt is dat mensen er lui van worden, dat er dus niet meer, geen wil meer is om te werken. Nou, er is niet één experiment of pilot geweest wat heeft aangetoond dat mensen er lui van worden. Sterker nog, ze worden er juist ondernemender van, creatiever. En, en die discussie gaat eigenlijk ook over wat kwalificeer je als werk. Ja, als je mantelzorg levert, is dat is onbetaald, maar dat is eigenlijk ook een activiteit, een zinvolle activiteit. Ja, je kan het volgens mij zeker in Nederland zien aan hoeveel vrijwilligers wij bijvoorbeeld hebben. Dat is fantastisch en extreem hoog. En dat je ziet dat mensen van alle leeftijden eigenlijk heel graag hun bijdrage leveren. Dus ik denk ook dat mensen zijn lui. Dat is volgens mij een soort gemankeerde strafgedachte in een hiërarchisch model. Iemand van bovenaf die denkt, anders werk jij niet of zo. Ja, precies. Heel paternalistisch is het eigenlijk. Hè? En neerbuigend ook. Terwijl in het huidige systeem, als mensen in de bijstand zitten en ze hebben er een baantje bij waar ze bijvoorbeeld 400 euro mee verdienen, dan moeten ze die 400 euro volledig inleveren. Terwijl als je een basisinkomen hebt en je verdient er 400 euro bij, na het aftrekken van belasting, inkomstenbelasting, mag je alles gewoon houden. Dus het is juist eerder een prikkel om wel te werken dan om niet te werken. Ja. En dat zie je ook gebeuren. Lokale economieën bloeien op. Heb je voorbeelden? Zijn er op de wereld landen waar het gebeurt? Of provincies of steden? Er zijn verschillende pilots, dus experimenten. De grootste op dit moment die vindt plaats in Kenia, waar 20.000 mensen een basisinkomen krijgen. En daar gaat het dan om $20 per maand. Dus een stuk lager natuurlijk dan hier nodig. En waarvan een van de groepen zelfs voor 12 jaar lang een basisinkomen krijgt. Oh, en hoe gaat het? Ja, dat is fantastisch. En laatst is in Finland is een experiment. Er zijn de resultaten naar buiten gekomen van een experiment waar ze 2 jaar lang een basisinkomen hebben gegeven aan langdurig werkelozen. En wat bleek? De meesten werden gelukkiger, minder depressies. Maar ook was er een statistisch significant effect op meer werk, dus betaald werk. Dus er is niet één experiment geweest wat negatieve resultaten heeft opgeleverd. Oh. En het allermooiste vind ik nog, en dat is een mooi voorbeeld uit de Verenigde Staten, daar hebben ze, dat noemen ze het casino-dividend. En dat is in een Indianendorp, is een casino geplaatst in de jaren 90. En is een deel van de winst uitgekeerd aan het dorp. Voor een deel als aan de gemeenschap zelf, waar dan de scholen en de ziekenhuizen voor betaald werden. En een deel als basisinkomen aan de individuen. En gelukkig waren er toen onderzoekers die heel veel gegevens hebben verzameld. En toen zagen ze dus een vermindering in ADHD, in depressies, in alcoholverslaving, drugsverslaving. Kinderen bleven langer op school. En ze gingen evenveel werken als in de omringende dorpen. Dus er is echt alleen maar positief nieuws met de basisinkomen. En het is ook heel logisch. Het is super logisch. Want er zijn natuurlijk waarschijnlijk een aantal mensen best op deze wereld die geboren zijn om denkend op een bank in hun huis of zo, of onder een boom hun hele leven te verwijlen. Tuurlijk, die zijn er ook. Dat zijn dan de mijmeraars onder ons. Maar het is heel gek om, ik vind het ook heel gek om te denken dat een mens niet zelfstandig of onafhankelijk in zichzelf iets wil, als je hem vraagt wat hij zou willen doen. Ja, ik merk dat in mijn werk ook doorlopend. Mensen willen altijd, en ik merk bij alle wijksafaris, ook alle wijkprojecten die ik doe, is dat, en dat is eigenlijk, vind ik dat heel verdrietig, dat heel veel mensen niet meer zo goed durven, omdat ze juist
precies dat model wat jij schetst. Ze worden niet bevraagd op hun talent, maar ze worden buitengesloten of paternalistisch behandeld. En dat komt veel harder aan dan dat wij als samenleving in de gaten hebben. Dus zij krijgen een minderwaardigheid in zichzelf. Ja, ja, zo, je wordt eigenlijk ontmenselijkt, hè, als je in dat systeem zit. Gewoon. Dus je wordt weer mens op het moment dat je gewoon... Het enige wat je geeft als overheid is, luister, jij hebt, het is ook een mensenrecht, hè, om voldoende te hebben. Ja, joh, het is echt... Dus het is heel raar dat het er nog niet is. Ja, dat, ja. Nou, en daar betrapte ik, precies wat jij zegt, Hilde, daar betrapte ik mezelf op. Dat ik dacht, oh, ik heb toch ook die hele coronastilte... En in mijn, gewoon door, ik was doorlopend aan het werk, maar dan nodig gehad om ineens te denken. Oh, maar er bestaat een model. En dat bestaat al heel lang. En dat lijkt net alsof dat steeds in een snipper komt dat onder de aandacht en het is weer weg. Ja, maar, ja, maar dit nu wereldwijd, hè, dus het buitenkomen wordt overal in, op alle continenten nu besproken. Zelfs de Verenigde Naties beginnen er nu over te, openlijk over te praten. Dus dat is dan het enige goede aan deze wereldwijde lockdown. Hè? Niet het virus, maar de lockdown heeft de wereld op slot gegooid. En ja, dus dit is wel het momentum waarin we hopen dat het basisinkomen nu echt een keer echt geïmplementeerd wordt ook. En wie zou daar, jij hebt vast natuurlijk al mensen op het oog, wie zijn daar nou of binnen Europa of wereldwijd... Wie zijn daar nou de aangewezen personen voor, zodat wij die kunnen, laat ik maar zeggen, volgen of steunen? Of... Je bedoelt qua mensen vanuit de basisinkomenbeweging of mensen die implementeren? Vanuit jullie beweging en ook internationaal. Wie moet je nu in de gaten houden, één of meerdere, om dat eigenlijk, ja, waarop wij zouden kunnen, die we kunnen volgen of die we, waar je... ja, bij wijze van spreken petities ondertekenen. Of hoe kunnen wij als burgers zeggen, kijk, politiek, kijk hiernaar, kijk hiernaar, kijk hiernaar. Nou ja, we hebben natuurlijk in Nederland een website van Basisinkomen Nederland, van de Vereniging Basisinkomen. Daar worden heel veel artikelen op gepubliceerd, ook over onderzoeken die in het buitenland zijn gedaan. Dus dat is de Nederlandse talige website. En dan heb je in Europa heb je Unconditional Basic Income Europe, UBIE. Dat gaat over Europa. Dus er komt binnenkort ook een petitie, een burgerinitiatief, wat we gaan indienen bij de Europese Unie. Om vanuit Europa, zeg maar, het basisinkomen te faciliteren. En dan heb je nog op wereldniveau heb je nog Basic Income Earth Network. Dat is BIEN, B-I-E-N. Die heeft ook een website waar alles wat over basisinkomen gepubliceerd wordt, op de website ook komt. Wat nu niet meer bij te houden is bijna, want er wordt zoveel gepubliceerd. Ja, precies. Dat moet een beetje gecoördineerd worden natuurlijk. Ja, zodat je heldere lijn hebt. Er zit over coördinatie gesproken. Mijn volgende gast, dan wil ik vragen of jij nog even wil blijven, Hilde. Ik had even een overlappingje bedacht, en dat is Denise Harleman. En zij woont in Amsterdam. En zij is een initiatief begonnen, gewoon heel particulier vanuit haar eigen gedachten in contact met vrienden. Nou, dat gaat ze jou zelf vertellen dadelijk. En die wil even, of die had van prachtig 100 vrienden. Ik doe ook mee. Wij moeten geloof ik allemaal €5 per maand betalen. En zij denkt gewoon, ik ga beginnen. Ik ga het handen en voeten geven. Ik ga binnen de stad Amsterdam. Ik ga het opzetten. Daar heb je Denise. Hallo. En ik dacht, welkom Denise. En ik dacht, misschien heb jij nog vanuit jou, weet je wel, vanuit jou, wat ik zo prachtig vind, jouw initiatief van ik ga het, ook al is het op kleine schaal, ik ga het nu doen. Misschien heb jij een vraag aan Hilde. Of ook voor hierna een contact aan Hilde. Nou, dat zou ik sowieso heel leuk vinden. Ik ben in een soort naïviteit begonnen. Ik heb helemaal niet ook alle kennis die jij hebt. Ook al ben ik veel over aan het lezen. De enige vraag, ook eigenlijk die Adelheid net stelde, bij mij ook, is... Waarom doen we dit niet? Wat houdt ons tegen? En eigenlijk dacht ik, ja, als het dan niet vanuit de overheid komt, dan begin ik zelf. Dus ik ben inderdaad eigenlijk een burgerinitiatief gestart om €40.000 bij elkaar te brengen. Om 5 Amsterdamse gezinnen 8 maanden lang met €1.000 te ondersteunen.
om eigenlijk parallel daaraan ook taal te maken met elkaar over wat het betekent om in solidariteit te leven en wie welke verantwoordelijkheid daarin kan nemen en ook welke rol burgers dan in kunnen nemen op het moment dat een overheid, wat mij betreft nog, te traag is met dit soort het invoeren van dit soort prachtige initiatieven. Ja, dus ik zou heel graag in contact blijven, ook om de duurzaamheid te garanderen eigenlijk van waar wij mee bezig zijn en de monitoring professioneel aan te pakken. Nou, super gaaf initiatief. Super gaaf initiatief. Ja, nee, ik blijf zeker graag in contact. En er is overigens nog een heel interessant project in Nederland vanuit Stichting Zwerfjongeren Nederland. Waar nu 5 en straks 10 zwerfjongeren een jaar lang een soort van basisinkomen krijgen. Omdat de overheid deze jongeren echt in de steek laat. En dat is ook begonnen gewoon vanuit mensen die het gewoon niet meer aan konden zien. en geld bij elkaar hebben gehaald om dat te doen. Ja, heel, heel goed. Leuk. Ik ben ook in contact met het Bouwdepot. Of in ieder geval, we gaan ook ervaringen uitdelen om ook alle initiatieven die bezig zijn, ook om elkaar onderling te versterken, kennis uit te wisselen en samen ook de publiciteit te zoeken. Ja. Ja, supergoed, supergoed. Hilde, ik ga jou intens danken. Ik vond het een heerlijk gesprek, Adelheid. Ik blijf ook heel graag in contact met jou en jou volgen, want ik heb hier echt een soort lentesprankel van gekregen. Goed zo, goed zo. Goed zo, dank je wel. Enorm. En tot gauw. Dank.